Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kansarme allochtone vrouwen aan de hand van een emancipatienota van minister Plasterk. Maar hoe zit het eigenlijk met de hoger opgeleide allochtone vrouwen in Nederland? Vraagt NEC zich vandaag af. Ik lees met een van hen de krant, de zangeres Rasha El Mohandis. Hallo Rasha. Goedemorgen. Alles goed? Ja, kom binnen. Oh. Ik hoor dat er onlangs is ingebroken hier. Ja, zonder sporen van braken. We gaan hier zitten. Waar zijn we nu? In welke kamer zijn we nu? We zijn in de voormalige huiskamer, wat nu mijn slaapkamer is, tijdelijk. Ja, tot het opgelost is. Is er veel gestolen? Al mijn Aziz couture. Dus echt hele mooie jurken, jasjes, overjasjes, winterjas en kaftan. En wat is ongeveer de waarde? Minstens 20.000 euro. Ai, ai, ai. Ja. En de dader? Ik zou die weten. Ik hoop dat de dader op de een of andere manier een goede reden heeft. Het is ook een beetje een compliment. Misschien heeft hij geen heel veel smaak, maar ik vind het wel heel weird. En het is ook zonder sporen van braak gebeurd, dus het moet iemand zijn met een sleutel. Nou, je kunt nog lachen. Ja, altijd. Rasha, jij hoort bij de 21% allochtone vrouwen met wie het wel goed gaat. Vind jij ook dat ze te weinig aandacht krijgen, zoals NEC vandaag schrijft? Ja. Dat zijn wel de vrouwen die uiteindelijk de rolmodellen zijn. Het gezicht worden van de succesvolle vrouw. En ja, het is ook niet zo dat de Nederlandse vrouw wordt gestereotypeerd als kansarm. Mm-hmm. Zie jij zelf als een rolmodel? Ja, voor sommige mensen, niet voor iedereen. Wat is jouw methode dan? Ik denk mensen inspireren en aan het lachen maken. En even hun zorgen doen vergeten als ze in het theater zijn. Dat is mijn rol, denk ik. Maar is jouw eigen loopbaan een modelvoorbeeld van hoe je als allochtone vrouw kan ontwikkelen? Nee, vind ik niet. Nee, want ik ben echt stront-eigenwijs. Ik heb het op mijn manier gedaan en dat is ook onorthodox voor Nederlandse westerse begrippen. Wat is jouw manier dan? Ja, eigenlijk gewoon best wel exact doen waar je zin in hebt. Ik denk dat ik meer een punker ben. Ik denk dat qua mentaliteit durf ik ook te schoppen, maar... Ja, wel vanuit iets positiefs, niet vanuit... Je hebt conservatorium gedaan, maar ook niet afgemaakt. Nee, daar vond ik na 4 jaar ook zoiets van, ik vind jullie te conservatief. Het woord conservatorium zegt het al, conserveren. Terwijl ik wil juist innoveren en creëren en dat kon daar niet. Dus toen ben ik gaan reizen en ik ben naar Californië gegaan, naar New York, naar Londen, naar Parijs en toen... Ja, vond ik mijn ding. En dat is wat ik nu nog steeds doe. Gewoon eigenwijs blijven. Als iedereen het zoals jij zou doen, zou het dan goed komen met al die vrouwen of niet? Ja, ik denk het wel. Ja? Maar zijn die allemaal van de punk, toch? Nee, ik denk je hebt diversiteit nodig. Ik denk, je hebt vrouwen die willen de gebaande paden belopen. Je hebt mensen zoals ik, die willen juist nieuwe... Ja, die zijn meer de pionieren, willen nieuwe dingen ontdekken en andere verbindingen leggen. Ik denk dat we elkaar allemaal aanvullen. We zijn niet elkaars rivalen. Nee, maar niet al die allochtone vrouwen kunnen dat ook vanwege hun toch enigszins strenge leefwijze thuis. Zullen we eruit springen, toch? Maar dus voor jou is het allochtoon staat gelijk aan streng. Daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat wij nog bezig zijn met onze positie te verwerven en dat kost tijd. Je bent een minderheid in een land waar je het nog moet uitvinden, het wiel. Mm-hmm. Wat anderen al generaties al eerder hebben gedaan, omdat ze generaties eerder hier naartoe zijn gemigreerd. En ieder doet het op zijn manier. De ene doet het op een conservatieve manier. En de andere doet het op een hele vrije manier. En ik vind dat allemaal geweldig. Als je het maar doet. Ja. Ja, als je het niet doet, daar ben ik niet zo mee eens. Daarom vind ik dit ook geweldig. Het is trouwens een goede vriendin van me. Wat vind je daar geweldig aan? Als jongeren zeuren, denk ik, wees geen slachtoffer. Gewoon doen. Je bent in Nederland. Het is een van de rijkste landen ter wereld. Waar je in principe alles kunt doen wat je wil. Je mag ook fouten maken. Je krijgt hier niet 1, 2 of 3 kansen, maar 10 zelfs. Ja. Dus doe er dan ook iets mee. En
laat je beginpunt zijn een uitdaging en niet een drempel. Want het glas is toch wel echt half vol in Nederland, niet half leeg. Ja, als alle werkgevers en organisaties die daar iets mee willen, die ook hun toch wel vrij blanke bedrijven willen verkleuren, deze vrouwen zouden binnenhalen, dan heb je toppers. Ze zijn zo divers. Kijk, de een schaatst. Ja. En ik bedoel, dit zou ook gewoon een Italiaanse dame kunnen zijn. Ja. Giba is ook gewoon een topper. Ik vind haar een geniaal mens. En dit vind ik ook geweldig. Ik wil niet steeds bij mijn moeder op de bank zitten. Ik bedoel, dat zou een mooie blondine ook zeggen. Wat is je verder opgevallen in de krant van vandaag? Dit, 47 migranten uit Afrika verdronken. Dat vind ik heel opvallend, omdat het zo'n klein mini-stukje is. Het gaat om 47 mensen, zielen, levens, families. Ja. Die zijn gewoon even dood. Dat vind ik niet zo leuk. Je ouders komen uit Noord-Afrika? Ja. Ja. Heel veel mensen steken over. Marokkaanse en Algerijnse roots heb jij? Ja. Spreek je dat dan extra aan? Nee, dat is gewoon... Als het Azië zou zijn geweest, had je het ook aangestuurd? India, ja. Aangestuurd? Australië. Als het Denemarken was geweest ook. Okay. Het gaat mij om mensen. Het is onrechtvaardig. En het gaat mij er ook om dat het zo'n klein stukje krijgt. Ja. Ik vind, er moeten foto's, dat moet groot. Dat is een ramp. Ja. Ik ben gevoelig voor ramp. Ik kan niet elke dag groot zijn. En hier staat een ander groot stuk over Afrika. Ja, nou, dan is het Oprah. Hè? Ik bedoel, Oprah die wil Afrika redden. En een van de scholen die zij gefinancierd heeft in Zuid-Afrika, daar is nu een seksschandaal aan het licht gekomen. Oprah in zak en as. Ja. Geloof jij deze vrouw? Ja, ik geloof haar wel. Ja. Is ze oprecht? Ik vind haar wel oprecht. Ik bedoel, ze is ook een Amerikaanse. Ze is een bedrijf, ze is een merk. Ik bedoel, ze heeft niet alleen een studio in de States, maar ze heeft ook een blad. Ze is een brand. Ik denk dat zij de ongekroonde Amerikaanse president is eigenlijk. Elke dag is op tv. Ja. Zij heeft, ja, zeker in een land als Amerika, wat toch nog heel erg rasgevoelig is, heeft zij wel al die lagen doorbroken. Wat vind je van haar betrokkenheid? Ja, dat mag wel meer. Ze is een van de rijkste vrouwen ter wereld. Ik vind dat is haar plicht. Maar jij zet jezelf in voor het World Islamic Forum. Daar ben je geweest in Qatar met allemaal leiders uit de regio. Ja. Wil je dat verder uitbouwen? Nou, dat doe ik sowieso al. Ik ben lid van de Muslim Leaders of Tomorrow. Ik ben heel actief in WISE, dat is de Women Islamic Initiative in Spirituality and Equity. Ja. En daarvoor ben ik ook een kennisportaal aan het maken. Daar heb ik een businessplan voor geschreven, een heel team met allemaal WISE-kids. Eind februari in Kuala Lumpur komen er 300 vrouwelijke islamitische wereldleiders bij elkaar. Nou, die hebben, vind ik, een platform nodig. Die moeten gezien worden, moet interactief, moeten daar videootjes over komen. Stukjes interviews. We gaan naartoe ook. Ik ga daar mijn portaal uit lanceren. Ik weet nog wel iemand die mee wil. Of mee kan, of mee moet misschien. Jij? Geert Wilders. Ik weet niet of hij dat zou willen. Nee? Ja, nee. Ik denk niet dat zijn cup of tea is. Zou je hem niet eens willen brainwashen? Nee. Ik bedoel, dat moet hij zelf achterkomen. Ik heb die man niet zoveel te vertellen. Ik ben veel te druk met leuke dingen doen. Ik denk, hoe hoog of laag ik zou springen, ik heb niet ervan zo overtuigen dat ik gelijkwaardig ben. Ik bedoel, hij vindt zichzelf eerste rangs burger en ik ben tweede rangs of derde rangs. Ja, ik bedoel, als hij die keizer wil zijn, die Führer, voor mij mag hij. Maar we leven in een land en dan komen we meteen bij een stukje wat ik geweldig vind. Namelijk, we leven in een democratie waar artikel nummer 1 het toch altijd nog voor te zeggen heeft. En ja, dit wil ik op mijn muur plakken. Artikel nummer 1 zou eigenlijk bij wijze van activiteit elke dag in de krant moeten staan en op alle blogs. Zodat mensen, voordat ze ook iets zeggen of iets als reactie op een blog dumpen, begrijpen dat er wetten zijn die iedereen beschermen. En jammer genoeg is niet iedereen daar bewust van. Maar gelukkig heb ik dat wel als handvat. Want dat is
Het zijn mijn rechten. Ja. Wat vind jij van de toon van het integratiedebat in Nederland? Ja, onder leiding onder andere van Wilders? Ja, ik vind het lachwekkend. Ik vind het echt een parodie. Ik heb echt zoiets van, nou, het lijkt wel hallo hallo. Ik bedoel... Dat is een leuke serie. Ja, het is een geweldige serie. Maar dat is een beetje... Geert Wilders past in hallo hallo, vind ik. Als ik het dan... Ja, als ik het mag... zo lachwekkend vind ik het. Dat ik denk van, nou nee. En dat van onze belastingcenten. We gaan even puzzelen. Ik zoek 7 letters. Een ander woord voor nog even wat spelen. Ik denk aan encore. Zo'n woord, maar dan in het Nederlands. Begin met een T. Toegift. Nou. Ja. Jouw eerste steek kwam vorig jaar uit. Ja, op mijn verjaardag. Incarnation. Ja. Nu ga je optredens doen. Je bent aan het oefenen voor je... repeteren voor je nieuwe cd, akoestisch. Ja, From Roger With Love. Mooie titel. Ja. Ik zou zeggen, bars los, geef een toegift. Een toegift. Ik zit even te denken. Maar wil je iets nieuws? Iets nieuws horen? My heart is open and I feel okay. And I don't care about what people may say. Sometimes I cry a bit of blues away. Sing about these sorrows like a nightingale. Listen to Joni Mitchell, 'cause she reminds me that if there's one rule to this game, everybody's gonna name it's be cool, fool. You got to be cool, no matter what, baby. Be cool. Heel mooi. Ja. Niet alleen een punker. Ja. Ja, het is gewoon wat ik doe. En ja. Je bent verlegen. Nou, ik kan niet zo goed tegen complimentjes. En dat is mijn Nederlandse kant. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.